klimaat verandert razendsnel. Extreem weer, zoals langdurige droogte, gevolgd door hevige regenval, zorgen steeds vaker voor problemen in en om de stad. Voorbeelden hiervan zijn compleet ondergelopen straten en schade aan bomen, infrastructuur en huizen. Wij bekijken of het mogelijk is om de stad zo te ontwerpen dat we beter om kunnen gaan met deze extremen. Zo doen we onderzoek naar waterbergende constructies in de straat. Hierdoor zakt het water beter de straten in en wordt het daar ondergronds vastgehouden, hergebruikt of afgevoerd. Hoi, ik ben Pieter. Ik studeer Built Environment met afstudeerrichting water en momenteel werk ik mee aan het onderzoek Waterbergende Weg. Nederland is heel kwetsbaar op het gebied van water en ik zie dat het snel fout kan gaan. Daarom werk ik mee aan dit onderzoek. Omdat ik een bijdrage wil leveren, wateroverlast wil beperken en de wereld een stukje beter wil maken. Vandaag gaan we proeven doen in Amstelveen. We doen daar onderzoek op locatie. We gaan daar de straat onder water zetten en kijken hoe dat verloopt. We staan hier in Amstelveen op de Frans Halslaan. Zoals je ziet zijn we het testvak al begonnen met opzetten. Als het helemaal klaar is en meteen, dan wordt met behulp van deze grote watertank het hele testvak onder water gezet om vervolgens te gaan meten. Ik ben benieuwd. Het is voor ons belangrijk dat studenten meewerken aan onderzoek. Ze komen vaak met out-of-the-box oplossingen en ze gaan mee op pad om te helpen met de uitvoering van proeven. Studenten leren bij onderzoek belangrijke vaardigheden, zoals het verzamelen en analyseren van data. En ze leren wat er nodig is om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. Wat ik nou zo leuk vind aan het meewerken aan dit onderzoek is dat het super afwisselend is. Het maakt niet uit hoe goed je een proef voorbereidt, je zal altijd iets tegenkomen wat je niet verwacht had. Zo word je uitgedaagd om elke proef met een frisse blik in te gaan. Op dit moment werk ik aan een rekenmodel waarbij je de werking van de waterbergende weg kan nabootsen. Op die manier kan je van tevoren het ontwerp van zo'n straat testen. Nou, wat ik verder ook heel fijn vind is dat ik echt een lid ben van het team en ze me heel veel vrijheid geven om eigen beslissingen te nemen. En elke dag op kantoor werken is ook niks voor mij. Ik kan hier lekker in de buitenlucht werken. Echt prachtig. Het was een mooie velddag. We hebben enorm veel informatie verzameld en gaan nu verder met het uitwerken van de data.